Conservation International Suriname, CI, heeft in samenwerking met Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, een driedaagse workshop georganiseerd. In de drie workshops worden de participanten geïnformeerd over de mogelijkheden om ons bos in te zetten voor het genereren van koolstofcertificaten, zegt Jerry Rasdan, technisch coördinator CSF-project. Hij geeft aan voor wie de workshop bestemd is. Nou, de participanten die uitgenodigden, die zijn meer degene die doen aan houtpraktijken in Suriname. En in de meeste gevallen de gemeenschappen, de concessionarissen. Want het is zo dat wij in feite vanuit het bos, eigenlijk naast de houtproductie, kunnen we ook een aanspraak maken op de carbon credits. En dat is een nieuw materie. Dus vandaar dat we in feite zoveel mogelijk uit de hulpbronnen die we hebben te kunnen halen. Hebben we dan heeft CI Suriname dan een project gestart. Dat is de CSF-project, een Climate Smart Forestry project. En ja, is eigenlijk een klimaatsvriendelijke methode om het bos te kunnen exploiteren. Dit is een manier om naast het behoud van de duurzame houtkap de CO2 te vertalen in de zogenaamde carbon credits. Deze te certificeren en ze vervolgens te verhandelen op de internationale markt, zegt Rasdan. Als in feite wij aan al deze standaarden kunnen voldoen en daarnaast ook dan de hout ook zijn houtpraktijken voortzetten, binnen deze vereisten, kunnen wij dan zo'n project dan registreren bij een internationale organisatie, dat is VERA. En dat wordt dan jaarlijks getoetst, waardoor wij dan naast de houtoogst, waarvan wij ook verdienen, kunnen wij dan ook de carbon credits krijgen en dat dan gaan verhandelen. Dus in feite, dus doordat je in feite op een duurzame manier kan oogsten, in dit geval onder een bepaalde houtoogstsysteem, dat is de Reduced Impact Logging System. En dat wordt dan dus jaarlijks geaudit. En dat je dan uit de houtoogst kan verdienen door het verhandelen van de houtproducten, kan je dan ook aanspraak maken op carbon credits die je ook kan verhandelen. En er zijn heel wat bedrijven die in feite carbon credits bereid zijn te kopen. Voor de driedaagse workshop zijn er verschillende deelnemers uitgenodigd.